Ja, hallo en goedendag even. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Farming op Hoed bij Leron. Wat is vandaag de bedoeling om te gaan doen? We gaan even een veldje inzaaien met gras. Mijn bedoeling was om als eerste even die schapen zo snel mogelijk aan de loop te krijgen. Laten zien. Kijk, als we dan de schapen aan de lopen hebben, maar dan valt mij alleen maar gras in. Dat is zo gepiept. Even kijken, dan heb ik nog eventjes wat dingen aangepast. Kijk, hier, dit maak ik gewoon, hier maak ik een grasveld van. Ik heb het geprobeerd om een klein beetje weer te fatsoeneren. Je kunt zo wel zien dat het veld dat loopt alle kanten op. Hier, daar zit helemaal een gat. Dus om hier nou dingen neer te zetten zoals wat ik geprobeerd heb, dat is niet echt verstandig. Dus ik heb het in de tussentijd even geploegd. Daarvoor heb ik de dikste ploeg gekocht even. Ik ben benieuwd hoe dat er allemaal uitzag. Eerlijk zeggen, dat is allemaal wel gelikt hoor. Ook dat omdraaien en alles, dat is echt wel echt een gaaf ding. Heb ik even een vent 900 voor aangeschaft. Dan moet ik eerlijk zeggen, het is 942 en nou, ik kan toch maar krapjes aan doen hoor. Niet zo heel veel over soms. Als die bultje op moet, dan heeft hij met deze ploegje heeft hij wel, wel moeite. Kijk, en nou heb ik de rest. De koeienstal, die staat hier nou. Ik wil eigenlijk nog even. Ik heb hier een pad gemaakt van de boerderij hierheen. Nou, de koeienstal staat hier dus. Ik heb hier. Kippiestal. Wat is dat van een kip? Is dat, hè? Ja, dit zijn de kippies. De kippies. Dus, nou goed, die kan ook nog een keer vlot aan de loop brengen. Dat is geen probleem. Nou, hier staat dus een sleursilo en kijk, je kunt wel zien dat dit veld ook helemaal hout op de botel ligt. Maar dit was als enigszins, als je een beetje dus oppast met hoe je zo'n schuur of wat dan ook gaat neerzetten, dat het enigszins nog een beetje vlak is. Kun je nou met landschapsarchitectuur, kun je nog wel redelijk, kunt er nog redelijk bij krijgen. Dus, nou goed, er staat helemaal een hekwerk omheen, aan deze kant. Kijk, maar waar zit ook alweer aan? Dit waren. Dat heb ik wel niet opgezet. Ja, dat schaap mag, dat moet helemaal niet. Maar dan kunnen we het wel anders doen. En. Oh, dit dubbel gezet. Ik heb alles nog een keer gedaan. Kijk maar, bouwen. Deze weg. Hop. Oké, mooi. Nou, mooi als je hem kijkt, maar we dan met die ruimte gaan doen. Misschien is het ook wel leuk om. Ja. Wie ervan maken, hè? Hier misschien een of andere wasplaats of zo. Ja, je hebt niet zoveel mods, maar dat was wel leuk geweest, natuurlijk, hè? Dan heb je de dieren, zeg maar, en de machine, zeg maar, hij daar mooi apart. Nou, mooi eens hem kijken, wat we daarmee gaan doen. We gaan even naar de winkel. Dan gaan we even een zaaimachine aanschaffen. Dan kunnen we even bezig met het gras. Ik heb wel gras nodig natuurlijk. Kijk, het mais is onderhand naar de joehoe gegaan. Dan moeten we eens even kijken wat we daarmee doen. Ja, overloven. In eerste instantie nou niet zo 1, 2, 3 nodig, maar misschien komt er wel een veldje met ijs. Ja, die werken moet ik hier even, even weer aan de loop zetten. Kan niet die zorg om eraf halen. Kippetje staat er al, dus. Kijk, Gaat er voor het maaidek.
Een zaaimachine. Even kijken hoor. Wat die bende. Planters, zaaimachines. Ik zat te denken, eerst te doen, die kuun, weet je niet, en dan gewoon met zo'n dingetje voorop. Niet veel in, hè. Pottinger. Wat een grappig ding. Dit gaat dat ding 6 meter horen. Doet hij eens doen? Maar die heeft toch wel. Ja, die heeft ook kunst. Ja, die heeft ook kunst. Oké. Nou gaan we deze gewoon doen. Geen kentekenplaat of niet. Hoppee. Ja. Maar nou heb je ook zaden nodig. En nou heb ik even een modje erin gedaan om het even. Ik weet dat je het ook met Big Bags kunt doen natuurlijk. Dat is ook wel gaaf. Dat wou ik het eigenlijk niet doen. Even kijken waar het ook weer bij stond. Bij wie silo's? Wat die nou? Hey, dit zijn ook matjes, multifruit silo's. Die heb ik er ook even in gedaan. Wie stond die hierbij? Dat kan ook, dat weet ik niet. Nee. Nou. Staat die ook niet bij? Ah, hier bij container staat hij. Kijk, multifruit buying is. Mag ik hem? Ik moest. Kijk, waar zou ik die dan neerzetten? Is het handig dat ik die daar ook wel hier neerzet? Ja, denk ik wel, hè? Denk ik wel, hè? Ik wil er ook maar even in de plaats neerzetten, ja. Maar gooi hier neer, hoppa. Haal maar daar het spul voorlopig wel even uit. Om het ons even gemakkelijk te maken. Ook al meteen om die backpacks te pakken. Een voorlader of iets hebben. Een rijketje, weet ik veel. Ik kan maar even geen zin aan, nou. Ik word. Tot de eerste instantie even een beetje gemakkelijk houden. Nou, die trekker die moet dat goed is. Kan het wel doen. Even kijken. Oh ja, die werken moet ik hem in de gang zetten. Dat veld moet druk af. Ik alleen nog vergeten. Ik wil zien. Ik heb een 1,8 miljoen. Ik moet echt dat geld nog even een beetje terugzetten. Maar dat. Ruk ook net zo. Nou. Krijgen we vanzelf een melding van. Die vol is. Ja, gaan we eens even kijken hoe dat werkt. Kijk maar, het goed is, kan ik hier toch gras mee doen, dat gekke ding. Ja. Gras. Oh ja, ik moet ook nog een kalker hebben, dat is waar ook. Ik heb een nieuw veld gemaakt. Haha. Ik moet hem nog eerst kalken, jongens. Oh. Ja, dat moet ook nog. Dus dan moeten we wel even een kalkstrooier. Als het goed is, kan ik dat hiermee doen, maar.
Kunstmest zit er wel in, ja, maar. Ga ik even kijken hoor, dat weet ik zeker. Ja, ik zeg dat nou wel, maar ik weet het niet eens zeker hoor, of dat kon. Kijk maar, die zaan die moet voorin, hè, dat compartiment. Kijk. Ach, je kunt hier het aantal. Mking, gaan we het. Ik wil het meteen eens proberen. Ah, dat is wel mooi gemaakt hoor. Ook elke animatie, dat is echt wel. Ik heb dat gezien op de livestreams. Enkele die ermee bezig waren. Dat is echt wel. Ja, dat is echt mooi. Echt mooi gedaan. Verrijker. Dat is ook wel grappig, hè? Ga zo'n bandjes erop. In plaats van die grove rabban. En kijk, geen kentekenblad, hoeft niet. Oh, mooi. Kijk, en dan moeten we de lepeltjes bij hem. Lepels. Dat is nog... Rijker. Ja, en dan moeten we, wat zei ik nou, een kalkstrooier, hè? Kunstmeststrooiers, dan moet ik... En maar altijd al, hè? Dit is wel grappig, zo'n ding. Ja, geen kalken. Die is ook niet. Die wel. Die ook wel. Wat verdikken. Nou, dan gaan we die gewoon doen. Weer, jammer, maar. Ja, groot, want elke gaat zo hard altijd. Ja, zo had ik dat al. Wil je even hier staan? Nou, gaan we eens even kijken of we dat... ja, kijk, hij is allemaal zo staan. Stom, hè? Ook allemaal niet, ja. Ik wil dat willen, als in één keer meenemen, of niet?
Het ligt toch aan mijn sidekick. Mijn sidekick panel dat hij het niet doet. Daar hou ik nog wel een beetje van, eerlijk gezegd. Nou, even kijken als het nou. Dan moet ik het maar even zo doen met de muis. Het is niet anders. Kijk of dat past. Ik denk het niet hoor. Ja, dat dacht ik al. Oh. Nou, niet zo heel raam, het is niet anders. Ik moet daar toch een keer wat anders op verzinnen. Ja. Sidetech panel is makkelijk, maar het enige wat ik veel gebruik, dat is toch een joystickje. En de rest van de knoppen niet zo, want ik zit toch meestal allemaal op mijn stuur ingesteld. Ik heb ook nog niet echt veel zin om weer een nieuwe side panel te komen eigenlijk. Een beetje belachelijk dat het joystickje niet meer doet. Er zit echt wel een storingje in. Even kijken, wat die zakken nog even neerzet, want ik weet niet hoeveel ik er nodig ben, maar volgens mij niet allemaal. Dacht ik. Hij doet het. Een beetje een raar aantal, hè? Klapt hij hem automatisch in. De storing in het joystickje. Kijk eens.
Mooi, hè? Dat zijn dan weer wat uit. Ja, mooi gemaakt, hoor. Eerlijk is eerlijk. Oh, daar kan ik nog niet eerder gedaan, maar dat geluid in de schuur, dat is ook wel... Nou, zo eens eventjes gras gaan zaaien. Oh. Dan gaan we even legen. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik met dit veld ga doen eigenlijk. Maar je doet gewas hoor, het is even niet anders. Ik heb wel gewasvernietiging aanstaan, maar... Moet maar even. Ja, ik denk dat ik het geld... ik denk dat je naar de volgende aflevering even... ja. Daar kom ik naartoe zijn, 2 miljoen of zo, weet ik veel. En met voorlopige de boerderij is al redelijk... tandem al. Kilo's, dus... De schuur staat er, dus... Kleine beetje waar ik nog een keer bij moet bouwen, dat daar kunnen we er wel bij verdienen. Wel lekker vlak hier, of niet? Oh. Oh, daar gaat hij, jongens. Voor de eerste keer zaaien. Zaaien, maar even kijken aan die kalkstrooier. Waar kan ik die even... Trek hem over, jongens. Die kan gaan. Daar die vent in voor knuppen dan. Ga ik eerst hem... Kijk, moet je eerst kalk denk ik, of niet? Is dat makkelijker? Ja, wel mooi hè. Oké. Okay. Vent wel in verpakken. Kijk, verder naar aan het. Mooi ding hè. Echt eerlijk is eerlijk. Mooi ploegie. Echt een mooi het. Kijk okay, maar, hoe dat hij dat doet. Ja, dat is mooi. Maar daar ben ik wel blij mee, dan hoef ik dat in ieder geval niet te doen. Die paar zaken die ik van de winkel kan ik wel even ophalen nog. Kunnen we die dan zo wel bij vonden? Chill ramp. Kijk dat uit, phone. Dan ben ik nou. Dat heb ik niet, hè? Standaard is dat X, maar als ik hem instel op mijn gamepad, dan. Kijk, dat doet hij dan wel.
X, maar... X. Kijk, werktuigfunctie 2. Dat X ook nog ergens anders misschien. Dat kan ook nog, hè? Daar heb ik niet naar gekeken. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat ze... Zie je dat? Maar waarom werkt hij dan niet op mijn... Kijk, werktuigfunctie 2 is X en dan gamepad, dan heb ik daar nummertje 2 aan toegevoegd van mijn side tag. Dus, en dat werkt niet en dat vind ik wel een beetje vreemd. Zo doen misschien. Niet, maar. Wat ik me even kan bedenken, zo gewoon. En de rest is allemaal op mijn stuur, zie je dat? Alleen die niet, en die werkt toch ook wel. Maar goed, kijk, met X wel, maar... Nou goed, doe maar, we zien het wel. Okay. Even hier neer. Oh. Je kan straks de combine ook mooi onderstaan. Nou, gaan we even zijn. Nou, niet bij mij, maar goed, dan moet maar 50% winnen. Ik weet het anders ook even niet. Kijk, de zaden lopen gewoon door, hè. Prestatie ongrendeld, ja, dat zal. Ja, hier ben ik ook al ietsjes scheef gegaan met ding. Ik
ben je nog niet zo heel gelukkig mee, hè, hoe dat snel dat gaat. Hè. Maar kijk. Oh. Dat is niet grappig. Kijk maar. Hé, hey, dat is niet grappig, dit. Nou. Dan moeten we toch nog maar even een paar zakjes ophalen. Dan. Nou, is niet anders. Breekt deze het weer al in één keer aan. Haast de prikker. Nee. Ja, maar dat joystickje een beetje gallisch is. Ja. Ja, ik word hier nog niet zo heel vrolijk van hoe snel dat gaat. Schiet niet op natuurlijk. Er zit een fout in die joystick. Dat is jammer. Even kijken of ik dat misschien nog op kan lossen. Die andere heeft maar baan. Alleen niet zo'n multifruit silo er staan, hè? Die moeten we nog wel hebben natuurlijk. Kijk maar. Het zijn wel leuke dingen, moet ik zeggen.
Lastig, hè? En gewoon hierbij zijn. Ja, ruimte zat natuurlijk. Kijk, die zit er ook helemaal verdiept in, zie je dat? Heb ik alleen... Zit nog een beetje bij kan. Ja, dat werkt nog wel redelijk, man. Ja, ik weet niet. Het zit in een gat. Nou, zullen we daar die zorgenmuseum heen doen? Kijken hoe dat gaat. Het wel gaan verkopen, maar dat... komt al wel. Ik heb het geld nou toch helemaal niet nodig. Ja, best een silo, hé. Had ook wel ietsjes minder gekund eigenlijk, maar ja. Chips. Ja, dat krijg je dan. Hij heeft dat ding gedrukt, hè. Ja, dan is zo'n band lossen wel weer fijn. Oh, te god, te god. Ja, lekker dan. Zo weer vol, jongen, dat gekke ding. Ga je er gewoon erin?
Nou, eens even kijken. Goh, wat grappig, ja, dat is zo snel gaat. Dat... En dan het gras is, dat weet ik niet. Ja, ik wil de foto nog maar even klaar hebben. Maar we gaan even een beetje knippen en plakken. Hoe zou die trekker in de weg naartoe? Maar het bot zou wat te breed winnen. Ja, dat doe ik zo meteen wel even. Eerst even deze weer leeg. Dit is toch wel grappig uit, hè, met dat gras. Geinig. Ja, ik hoop wel dat die GPS mod snel een keertje overgezet wordt, want goed, daar hoor ik heel veel mensen over. Dat is toch wel een must, hè, als je die niet hebt. Oh man. Dan maken we deze nou even leeg. Oh, gelukkig is het veldje niet zo groot. dan ben je nog een paar pikbekjes nodig, hé. Ja, dag, hé. Kijk. Nou, die zijn weg. Ik moet nog die zakken even ophalen en die bak even ophalen, dus ik maak hier wel even een beetje knipwerk van. Dan kom ik wel weer terug als ik weer aan het zaaien ben. Nou, de bakken even opgehaald. Ik heb die vier zakken met zaad even opgehaald. Staan hier nou ook. Hoop ik dat ik dat daar een beetje klaar kan krijgen, maar ik ben bang dat ik nog meer nodig ben. Waar het dan precies aan ligt, maar het zal wel. Even proberen om zo goed mogelijk de breedte mee te pakken. Ja, dan moet je nog een keer voor extra heen en weer. Daar zitten we ook niet op te wachten. Even de sorghum die ik had verknoeid, even opgeruimd net. Is er nou leeg is weer naar de combine. Trekker even wegzetten, dan kan hij het laatste stukje er ook even afdoen. Dat veld ook klaar. Dan kunnen we die gaan. Ik weet niet of die geploegd moet worden, ik heb geen idee. Ja, hij heeft geploegd en moet, ja, net de eerste keer, hè. Geploegd en gekalkt. Dacht ik al dat hij dat zou doen.
Ik heb hier even het schanaatje aan opgeruimd. Nou, dan is dat gepiept. Dat soort dingen, dat telt hij, hij kiept wel, maar dat telt hij alleen maar af als je i indrukt. Even. Nou. Nog eens even kijken met die instellingen. Mag ook weer onder het dak dan. Dan denk ik toch even dat we die chandeer maar even weg moeten doen. Ja, ik zat weer naar. Jammer, maar helaas. De andere keer even kijken wat ik dan weer koop. Ik weet het niet. Haast er nog zo. Ik veel. Paas, rupsen. Hij had ik op een andere, dan had ik deze. Nee, deze had ik. Kees. Waarom had hij genomen? Want die kan, als die. Met een maaibek, die kun je. Kijk, die kun je inklappen. Daar staat ook. Ja, wel op elkaar. Nou, dan moet daar maar eens even kijken wat we dan wat we daar dan voor nemen. Oh. Even zaad erin. Oké. Grappig, hè? Ik vind het echt wel, ja. Ik vind het een mooie animatie. Eerlijk is eerlijk. Dat meen ik echt. We'll be right back.
Die er ben je in. Zijn we daar ook vanaf. Kijk, dan kan dat ding ook weer weg. Wat baal ik ervan dat joystickje storing heeft. Shit man, daar kan ik ook niet zo aan doen. Ik was er bij FS19 al bang voor dat dit... Dat het geval was, dat die joystick niet helemaal lekker is, man. Ja, dan moeten we eens kijken wat ik erop ga verzinnen. Nou, toch maar een andere joystick. Nou, dat is mooi man, daar ben ik blij van. Die is mooi ingezaaid. Deze daar even in de hoek drukken. Dan kan die trekken weer in het schuurtje. Eigenlijk wil ik hier alle trekkers even heen hebben. Maar die kan nog wel blijven staan. Zet ik zo mooi allemaal binnen, ja. Even afgeleid. Ja, dan moet dat gaspel allemaal naar aangeschaft worden. Nou, mooi man. Super. Even kijken, ik stap ermee voor deze keer. Zoals altijd, vind je dit leuk? Maak een duimpje even zwart. Klik er even op. Abonneer je op mijn kanaal. Niks te missen uiteraard. Belletje aanklikken. En weet je wanneer er weer een nieuwe video online is. Ik heb op dit moment geen vaste dagen dat ik het doe. Vanwege de drukte. Dus vandaar. Even belletje aanklikken. Makkelijk. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Dus ik zou zeggen, tot dan. Adieu.